Giovanni Wikstra, wat een wedstrijd vanavond jo, hier tegen Ajax. Ja, uh, ja, ik denk dat wij uh, de eerste helft uh, beter waren. Uh, nou ja, dat hun, wel, hun waren ook wel veel aan de bal, maar uh, wij creëerden wel de kansen van de wedstrijd, zeg maar. Uh, waarbij ik nog een keer zeker uh, had moeten scoren. Uh, Mohammed, Eén keer? Uh, ik denk dat ik wel twee keer in de eerste helft had kunnen scoren, ja. ja. Mohamed had nog een kansje, uh, naar Kans en uh, Remco ook nog. Uh, ja, in de tweede helft zijn we wel weer uh, fel op de bal. Uh, denk ik dat we ja, uh, in het tweede deel van de tweede helft. Uh, gebeuren, gebeuren de hele rare dingen. En uh, ja, dan uh, kom, je, kom je zo eruit. Nou, dan ben je nog blij dat je twee goals maakt en dat je met drie punten weg kan. Nou, je wint gewoon met 2-0 van dit Ajax. Wat een hele knappe prestatie is. Maar als je de kansenverhouding bekijkt, is het nog mager 2-0. Ja, ik denk dat wij in de tweede helft, of de eerste helft hadden wij zeker al wel 2-0 voor kunnen staan. Uh, dat het 2-0 uh, uiteindelijk is geworden, dus, uh, ja. Ja, is uh, dat is nog mager. Ja. ja, als je goed bekijkt, je schiet een bal op de laat, vrij voor de keeper. Uh, Modi schiet een bal vrij voor de keeper op de laat. Ja, waar is dat dat je die bal net op de laat schiet? Ja, bij mij had ik een gevoel dat er, uh, dat er een polletje op het gras was. Dus dat die bal iets opstuit, ja, dat uh, maakt het lastig. Uh, dan raak ik hem net, net niet goed, uh, waardoor hij uh, niet, niet erin gaat. Uh, bij Mo uh, hij schiet hij hem eigenlijk prima binnen, maar uh, ja, net weer iets te hoog. Uh, ja, net, net niet is gewoon helemaal niet, dus uh, ja, dat is wel lastig. Ja, je zei net wel van Ajax, die had veel balbezit. Misschien ietsje meer als jullie, maar ze deden er totaal helemaal niks mee. Jullie stonden verdedigen als een huis, ze konden geen kans creëren in de eerste helft. Ik denk dat wij sowieso complimenten aan, ons, aan onszelf, aan ons team, hoe wij verdedigend de laatste tijd staan. Volgens mij zijn we ook de ploeg met de minste tegengoals uit de, uit de competitie en met de meeste goals voor. Uh, nou, dan denk ik dat het alleen maar goed is. Dan ga je met 0-0 de rust in, wat eigenlijk, ja, eigenlijk een onterechte stand is. Maar wat benadrukken de trainers in de rust tegen jullie? Uh, scoren. Dat we ja, eigenlijk zo door moeten gaan met ons spel. We, we zien de ruimtes goed in de omschakeling. Um, en dat we daar ook gebruik van moeten maken, nog meer. En uh, ja, zo doorgaan eigenlijk. Ja, de eerste grote kans in de tweede half was weer voor jullie, hè? en El Azouzi. Ja, 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 die pakt uh, onze oude, oude, keeper, oude jeugdkeeper uh, daar nog, uh, nog goed. Uh, ik denk dat hij hem uh, ja, niet heel verkeerd binnenschiet. Misschien dat hij nog iets uh, verder naar de hoek had gemoet. Maar uh, dat, het, uh, ja, dat het een best goede redding was van, uh, van hun keeper, ja. In de 65e minuut was de eerste kans voor Ajax te noteren pas. Ja, 65 minuten, dat heeft een tijdje geduurd. Maar hij was wel volgens mij gelijk gevaarlijk. Uh, op de paal en via de keeper nog. En, uh, dat was wel even schrikken, ja. Dat zie je altijd zien. Een ploeg krijgt altijd een kans in een wedstrijd. En gelukkig benutten ze hem niet. Nee, ja, daar ben je alleen maar blij mee. Want anders sta je ook nog met, uh, met uh, negen man. Volgens mij was het uh, 1-0 achter. Ja, dan wordt het wel heel lastig. Dan gaan hun inzakken. Maar uh, gelukkig is dat niet gebeurd. Ja, heb je gezien die eerste twee rode kaarten wat daar gebeurde? Nee, ik uh, stond er niet heel dicht op. Uh, ik heb wel gehoord dat het voor praten was. Uh, ja, dat is uh, aan ons om daar niet, uh, niet in mee te gaan. En uh, ja, dat hun dat doen, dat, uh, dat, dat is hun, uh, hun zaak. Uh, voor ons is dat, uh, daar moeten wij gewoon niet in meegaan. Want dan gebeuren zulke dingen ook niet. Maar Max Hameling, die stond in, net die zegt van, wij weten. Deze geest geeft heel snel kaarten voor praten. Uh, ja, we hebben deze scheidsrechten vaker en wij weten dit. Uh, dus ik denk ook dat, uh, dat wij daar gewoon slim mee om moeten gaan. En uh, niet mee moeten gaan in het spel van, uh, van Ajax en in het gedrag van, uh, van Ajax. Daar, uh... en, en dan komt er nog een derde rode kaart. Ja, die was 100% terecht en dat was een hele vuile overtreding. Ja, ik denk dat dat wel, uh, dat dat wel terecht was. Uh, de bal is niet echt in de buurt en hij uh, krijgt gewoon een schop na eigenlijk. Dus uh, ik denk dat dat wel een terechte rode kaart was. ja. Met een gouden wissel, hè, Max Hamerle. Ja, gelukkig. Ik zei nog tegen hem, gelukkig. Gelukkig ja. maak jij hem dan wel. Nee, het is altijd mooi dat, dat, als, je, dat als wisselspelers dan de kans krijgen om, om zich te laten zien, dat ze, dat, dat ze zich dan ook onderscheiden. En nou, daarbij zie je weer dat, dat iedereen belangrijk is in het team. En ook zeker de wissels. Dus iedereen kan wat brengen in ons team en ik denk dat dat ons ook wel speciaal maakt. De uitblinker bij Ajax, mag je rustig zeggen, is de aanreiziger, de keeper. Oud-Groningen-keeper. Ja, ik had hem net nog even gesproken en uh, even uh, wat dolletjes maken natuurlijk. Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij uh, Ajax flink op de been heeft gehouden. En uh, ja als je kijkt, ja, eigenlijk in de eerste helft hadden wij ons natuurlijk uh, moeten onderscheiden en uh, al met 2-0 voor moeten staan. Maar ja, uh, Daan heeft het goed gedaan. En Daan, de 2-0, een strafschop, 100% strafschop. Ja, ja, zeker. En uh, ja, hij schiet hem goed binnen, denk ik. Wat dus, uh, hoorde ik een mooi liedje net bij jullie uit de kleedkamer komen? Wat liedje was het? Vandaag is het rood. <laughs> nee, die, uh, die hadden wij niet, uh, niet opgezet. Maar uh, ja, het, zou wel, uh, het zou wel toepasselijk zijn. Ja. Mooie week afsluiten. PSV winnen, Utrecht gelijk, Ajax winnen. Ja, kan bijna niet beter, hè? Nee, ja, we staan nu eerst en uh, we, volgens mij staan we nu ook drie punten uh, weg van uh, Utrecht. Met nog uh, volgens mij twee of drie wedstrijden te gaan. En dan uh, ja, hopelijk natuurlijk eerst blijven. Dat zou mooi voor ons zijn.